Goedemorgen. Welkom bij deze donderdag. Ik denk, wat is het? Het is nog morgen, het is 11:30. Ik heb de kindjes aan de school gebracht. Ik heb al de boodschappen gepland. Ik heb ze zelfs al opgeruimd. Ik heb zelfs in mijn kast. Heb ik alle voorraad even opnieuw gesorteerd en gedaan. Mijn voorraadkast. Dat was ook echt wel nodig. En het is bijna een vuilniszak uit is gekomen van eten dat te lang is opengestaan. Of niet lekker is. Of mijn cake is. Nou ja, voor mij is het georganiseerd. Dus heel veel mensen zeggen van dit is helemaal niet georganiseerd. Voor mij is het wel zo. Hier hebben we alle brooddingetjes. Saus, zeg je dat, kruidensausje dingetjes waar we mee kunnen maken. Dit zijn de gewone sausjes, dit zijn de kruidensausjes. Soepproducten en dingen. Alle noten en soorten. De Chinese rijstachtige dingen. Ontbijtdingen. Die dan die grote pot met rijst. Alles met spaghetti en macaroni. Alles wat los in die dingen zit. Zoals suiker, nootjes, chiapoder. Nou, dat weet ik allemaal. Laat mijn dingen voor ontbijt. En dan mijn potjes en voor extra voorraad wat in de koelkast staat. Bijvoorbeeld als het open is. En dan dit is nog niet gesorteerd. En dat hieronder nog niet. Maar hè? We waren bezig, Borrie. Jij was iedere keer met je smoel erbij, ja? Waarom heb je nou weer van die vieze ogen? Ja. Ik heb zelf weer terug vanaf de Lidl ben ik bij de praxis geweest. En heb ik van die lampbollen gekocht. Die hopelijk niet te fel zijn in onze boekenlampjes. Want we hebben van die boekenlampjes nu op het bed geklemd. En ik had 50 watt. Nu is het echt veel te fel. Dus ik hoop dat het beter is. Ik mag mezelf even chillen willen. Ik ga even een vitamine C nog maken. Want die ben ik vergeten. En dan ga ik eventjes de vlog van Jessica kijken. Want Jess Femme. Die had al een paar dagen niet geüpload. Er was iets in de familie gebeurd. En nou ja, ik mis het. Dus nou ja, ik had nu weer wat geüpload. Wat nog niet van dat moment was, maar ja, ik ben wel benieuwd. Dus ik ga even doen. En dan ga ik dadelijk wat eten voor mezelf maken. En nog even wat nuttigs doen met mijn leven. En dan kan ik nog een kindje zien. We lopen vanmiddag naar de kapper. Dus gaan we nog even de stad in met z'n drietjes. Ja, dus vermoeiend. Ben je nou niet blij dat je vandaag met heel de dag met je smoel op de vloerverwarming kan liggen? Maar ik heb 3 dagen in de schuur zitten, dus het was natuurlijk best 3 dagen ook heel koud. Ja. Kijk eens wat voor lekker lunch ik heb. Ik ga dan even achter de computer. En dat je mijn lunchje, er zit hummus op, kipfilet en komkommer. En op deze zit dan tomaat, nog wat extra tomaatjes. Ik heb zo'n honger, het is nu precies 12 uur. Heerlijk. Jij moet ook even een klein beetje bijgepunt worden. Wat zijn de haakjes bruin? Wauw, je hebt gewoon bruine haakjes. Wel een beetje, hè? Somehow I know you're gonna be the girl that I'll end up calling my own. We ride around in style, sleeves rolled up, glasses on. And then you make that smile and my heart starts racing. When I'm with you. Like everything stops for a while when we look into each other's eyes. How could I ever let you go now when you're looking like that? Yeah, is it good? Oh, maar dit is nog maar een klein stukje. Dit? Hallo, wanneer heeft weer alles binnengehaald? Hij heeft zijn rokje gevonden. En bij de zeeman heeft hij leuke stickers. Ik vind het eigenlijk wel heel erg grappig deze. Ja, en ik heb echt mega veel spullen, maar deze eigenlijk niet heb ik al een tijdje. Ja, en kijk eens hoe leuk. Zelfklevende stickers. Kun je even een rokje? Ja, dat kan niet. En bij de kapper heeft hij van die dolfijnen gummetjes en hij heeft een dinosaurusboekje. Nou, als je nou even op je iPad zo... Ja, zo. Oh, en het boekje was vol. Jongen. Het enige nadeel is dat er best wel veel van de kostje nu af is, dus ik heb het ingegeven met littekencrème. Hoop dat ik nog iets verder wil herstellen. Ja? Ja. Oké, bij. We hadden een super succesvolle trip naar de stad. De kindjes hebben hun haartjes weer geknipt. Mijn bril, de pootjes, had wijder gezet, dus ik ga hem even ophouden om te kijken of dat goed werkt. Overigens was mijn haar net los hoor, want dit is natuurlijk niks, maar ik ben nu weer lekker thuis. En het moet uit mijn nek, want ik heb het warm. En toen we nog meer gedaan in de stad,
Oh ja, ik wou even kijken voor handdoeken. En daar ben ik voor geslaagd. Bij de Hema waren ze 3 plus 1. En ze hadden maar 3 grijze. Dus ik heb er maar een lichtblauwe bij genomen. Ik zeg ook maar schatgelukkig. En we hebben ook een paar donkerblauwe. Dus ze hadden voor de rest alleen maar grijs. Of anders een beetje hele opvallende kleuren. Dus dacht, nou, zoiets. En Brooke heeft voor deze gekozen. Die wou ze graag. Clipjes, waren die 5 euro? Het zit voor 4 clipjes. Nee, die kan maar beter veel gebruiken. En van die nachthemden. Ze heeft tegenwoordig best wel... Ze houdt niet van vliespakken. En ze houdt ook eigenlijk niet van pyjama's met lange broek en lange mouwen. Maar anders krijgt ze het koud. Dus ik denk, nou, misschien is dit dan wel iets voor haar. Lekker oversized gekocht. En dit is 122, 128. En ze zit op 116, 122. Dus dat moet denk ik wat lekker voor haar zijn. En dat was het voor bij de... Oh nee, Logan heeft een gezonde bril. Die hier nog liggen? Ja. En Logan heeft een zonnebril, want hij is iedere keer zijn zonnebril kwijt. En ik weet het eigenlijk ook niet te vinden. En dan heeft hij weer een zonnebril voor in de auto. En toen gingen we nog even langs de Zeeman, want ik had nog nieuwe onderbroeken en slips nodig. Want die doen we dus hier uit. En dan leg ik ze in de wasmandje. En die daar, ja, die eet ze dan op. Dus ik heb er al een paar gehad die dan kapot maakt. En dit is van dat seamless-achtige spul. Ja, er zit wel een seam in, maar het is heel zacht. Dus die haal ik daar dan vandaan. En toen kwam ik deze tegen. Super kietserig terug. Dat ik, oh, dat vind ik nou echt zo'n hilarisch Valentijnscadeautje voor Pascal. Om hem op de kast te jagen. Dat ik een Valentijnscadeautje heb en hij waarschijnlijk niet. Dus die heb ik er ook gelijk gehaald. Ze hebben allebei 2 van die velle stickers mogen uitzoeken. Dus Brooke die heeft deze en die van Logan. Dat waren dino's en... Oh, van die luiaarden. Van die overal aanhangen. Dus die hebben ook lekker stickers. Ze hebben ook allebei zo'n boekje. Logan met dino's en Brooke met zeemerminnen. Waarin ze kunnen kleuren en uit kunnen gummen. Dat is misschien dat watermark. Je weet niet wat je wil doen. Je ging toch je iPad zoeken? Kijk maar eens in de blauwe kamer. Oké, ik kom je zo helpen. En toen had ik voor Brooke heb ik ook nog hemdjes. Die heb ik een maatje groter gekocht zoals ze nu al heeft. Want de onderbroeken passen nog prima. Maar ze heeft zo'n lange torso. Dat, ja, iedere keer zijn blote rug. En voor Logan en voor Mees heb ik eventjes wat extra's ingeslagen. Want ja, die onderbroeken die moeten nog wel eens in de was. Dat zijn echt mannen. En soms krijg je niet schoon, zeker die witte van Logan niet meer. Dus ik heb eventjes ook gelijk wat hemdjes en onderbroeken. En dan kunnen we er weer helemaal tegenaan naar Brooke. Je kan die gaan doen, dat is leuk. Ja! Yeah! Wat een goed idee. Ga mama over dat de prijs krijgt ze nog halen. En dan kan ik lekker eten klaar gaan maken. Goed idee? En wat gaan we erbij eten? Ik weet niet wat we gaan eten. Waar heb je zin in? Ik geloof dat Hutspot op het menu stond. Nee. Nee, dat zal wel niet. Nee, dat weet ik niet. Wat had ik bedacht? Donderdag. Ging ik ruilen met die Hutspot. Ja, met Hollandaise en een gekookt eitje. Lekker! Waarom is dat lekker? Wat is dat voor doos? Dat zijn mijn koekjes. Wat zijn deze? Wat zit ik denk niet dat je die moet proberen. Ik denk dat daar... drank in zit. Staat er niet op, maar verwacht zomaar. Ik ga voor deze. Hey, ik wou zeggen, als je hem aanraakt, is hij voor jou, hè? Ja. En ik ga voor deze. Weet je zeker, er zit misschien wel alcohol in, hè? Nee, dan ga ik liever voor. Ik wil deze, ik wil deze. Die twee knopjes ga ik kiezen. Deze olie gaat. Ja? Ik ga van deze. Zijn er verschillende? Ja, we hebben krakelingen en stroopwafeltjes. Dat zijn hele imimimi's. Dan mag je daar 2 van. Mag je daar 2 van? Ja, 1 krakeling of 2 stroopwafeltjes. Maar mag je ook dit en dit? Mag je dit? Nou, ja, vooruit. We lopen niet voor 2 chocolaatjes. Deze. Ja? Ja. Nou, goed, zo. Waar zijn lekker je chocolaatjes? Ja, nu ga ik het doen. Laat ze maar samen op de schouw, alsjeblieft. Zo, Kiki ligt op bed. Ik zie nog steeds uit als mijn overste. Maar dat geeft niet, want mijn ex-man komt zo en dan gaan we het hebben over de... regels die we in mijn huis hebben, die we in zijn huis hebben. Omdat we bij het laatste mediatorgesprek erachter kwamen dat we waarschijnlijk toch op heel veel dingen anders denken. En dat we anders met de kinderen omgaan. Dus we willen daar in ieder geval een iets betere basis in krijgen. Zodat de overgang van het ene huis naar het andere huis voor de kinderen makkelijker is. Dus die komt, nou, nu een paar minuten.
Boris die bewaakt mij. Ja, met heel ze hebben en houden. Dus ja, dat is een beetje mijn avond. Pascal is naar de schuur. Ik ga de paardenboxen eruit trekken. That's it. Ben ik bij de kliniek weer gaan slapen. Hopelijk blijft het ook zo. Als iemand binnenkort komen. Stumbling out of bed, and I still got you in my head. From all those pretty words you said, it's like I'm wasted. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am, it's like I'm wasted. And I won't waste it. And I promise.